Nou weet je dat het nieuwe kabinet je al een hele tijd aan het zoeken is. Ja, hè? Dat hebben ze al een hele tijd gezegd. Ja, we gaan wat doen aan die NPO. Ja, nee, die moeten 100 miljoen minimaal minder en die moeten gaan bezuinigen. En nou, enzovoort, enzovoort. Als je dat nou één keer weet, wat ga je dan doen? Dan ga je dus doen wat ze nu gedaan hebben. Dan gaan ze deze enorme blunder maken met die Jinek. Hoe kan zoiets nou... Ja, ik weet hoe zoiets ontstaat. Ja, die Jinek, ja, die moest dan ook nog naar RTL de zakken vullen. Ja, weg bij de NPO. En die heeft daar dus jarenlang alleen maar bagger en bagger uitzendingen gemaakt. Oortjes laten hangen. Ja, keurig naar alle onzin en flauwekul die RTL uitgezonden wilde hebben. Ja, nou ja. Van pure ellende is ze daar dus weggegaan. En nu wil ze dus even aan de grachtengordel, want zij is natuurlijk vreselijk grachtengordel, vrienden. Oh. Ja, wil ze laten weten, ik heb natuurlijk wel die bagger gemaakt daar bij RTL, maar jullie weten dat ik natuurlijk veel beter ben en veel beter kan. En dat ik één van jullie ben. En dat wil ik nu laten weten en laten blijken door naar een studio te komen. In Amsterdam, ja. Want daar huist dus, ook volgens de Avrotros, maar ook volgens de NPO, de kunst en cultuur is alleen in Amsterdam. Ja, en dat wilden ze eventjes aan de grachtengordel laten weten. Ja, ik ben toch een van jullie en de Avrotros die laat zijn oortjes daarna hangen. En nog erger, de NPO doet ook mee aan dit diva gedrag. Ja, aan deze flauwekul. Kunst en cultuur kan alleen in Amsterdam. Ja, hier, dag. Wat een onzin. Ja, en dan wordt er geen studio gedeeld nu in Hilversum. Want dat is het punt dan met de VARA. En dat kost dus 2 miljoen extra. Ja. En wat denk je dan dat ze in Den Haag zeggen? Hé? Kijk, daar heb je ze weer. En we moeten ze toch wel hebben, die NPO. Hé, lekker slim!